Ja, Giel, ik zou bijna zeggen welkom in Amsterdam. Jullie zijn er natuurlijk weer voor de Nations League loting. Maar wij, Nederlanders, zijn er weer eens bij op een eindtoernooi komende zomer. Hoe kijken ze daar in België naar? Ja, het is wel eens anders geweest natuurlijk. Hè. Jullie hebben vaak eindtoernooien gespeeld en wij misschien net iets minder. Maar het lijkt erop dat wij nu een iets betere generatie hebben of een betere periode kennen in het voetbal, in het internationaal voetbal. En dus was het een beetje verrassend dat Nederland er een paar keer niet bij was voor ons. Maar uiteindelijk horen ze er wel bij te zijn natuurlijk. Als we dan nu naar dit België kijken, ja, er zitten natuurlijk ongelofelijke namen in. De Bruyne, Lukaku, Vertonghen natuurlijk ook met een verleden in Nederland. Ga zo maar door met Mertens, Hazard. Ik kan nog een minuut doorgaan zo. Maar wij in Nederland hebben eigenlijk ook weer een beetje, althans de goede spelers mogen we wel zeggen, met een Frenkie de Jong, et cetera. Hoe kijken jullie daarnaar als Belg? Ja, ik had het er net ook over met Ronald en ik maakte ook een beetje de vergelijking met het België van vandaag en het Nederland van vandaag. En ik denk dat jullie een beetje dezelfde situatie nu kennen offensief als wij. Wij hebben een probleem Hazard die gekwetst is voor de volgende maanden. En de vraag is in België of hij fit zal zijn om het EK aan te vatten en in welke staat hij dan zal zijn om te spelen. Ik denk dat jullie een beetje de vergelijkbare situatie hebben met Malen, denk ik, en vooral Depay. Maar verder, jullie hebben een heel goed middenveld met onder andere De Jong. Wij hebben ook een heel goed middenveld en verdedigend staan jullie misschien nog net iets sterker dan ons met Van Dijk en De Ligt. Maar Nederland heeft wel weer een goede selectie. Ik denk alleen in het offensieve compartiment mag het misschien nog net wat beter worden. Ja, daar heeft België zeker niet over te klagen natuurlijk. Mochten wij elkaar treffen, wat verwacht jij dan de komende zomer? Ja, mochten wij elkaar treffen, dan wordt het altijd een hevige strijd zoals zo vaak. En in het verleden is het dikwijls gebleken dat Nederland net iets beter was dan wij. Behalve op het WK 94. In het algemeen heeft Nederland iedere keer de bovenhand gehaald en wij waren de underdog of de mindere ploeg. Deze keer als het nu op in het toernooi zou aankomen, dan denk ik dat wij misschien net iets sterker zijn nog dan jullie op dit moment. Ben je een beetje goed in voorspellen? Valt te zien wat. Ja? Nou, als je nu voor jouzelf mag voorspellen, waar eindigt België komende zomer? Ja, waar eindigt België is moeilijk te zeggen, maar ik denk met de kwaliteit die er in de selectie aanwezig is, moeten we minstens de halve finale halen. Ja. Ik denk, als je kijkt naar het WK 2018, waar we derde eindigden, en nu is er 2 jaar ervaring bijgekomen bij de meeste jongens. En het is een Europees toernooi, het is niet met landen uit Zuid-Amerika, uit Afrika en zo verder. Dus in principe is België nog altijd, hoort België bij de topfavorieten, maar dat is Frankrijk ook, dat is Spanje ook. Er zijn zoveel landen, het is misschien Nederland iets minder, maar er zijn dit jaar zoveel favorieten of schaduwfavorieten, dat het heel moeilijk te voorspellen wordt. Maar met de kwaliteit die België heeft, moeten we minstens halve finale halen. En wat denk je dan van Nederland? Hetzelfde in principe. Hetzelfde. Alles zal afhankelijk zijn van de loting, wat er gebeurt na de groepsfase. En dan moet je een beetje geluk hebben bij de vorm van de dag en de tegenstander die je loot. Maar Nederland heeft op papier een meer dan degelijke ploeg. Alleen zeg ik, het zal afhangen van het offensieve compartiment en wat daar met de jongens die gekwetst zijn of wat daarmee gebeurt natuurlijk. Ja. Die terug gaan komen dus. Nou, jij bent nu nog in Amsterdam. Blijf je nog eventjes of snel naar huis? Nee, ik moet naar huis, want ik vertrek morgen naar het buitenland. Dus voor het werk ook. Ja. Lekker, geniet ervan. Ja. Dankjewel. Top.